ik ben Zoe en dit is mijn lievelingspony Storm. Mijn leven was echt perfect, samen met mijn vrienden op de manege. Maar toen kreeg mijn vader corona en werd mijn zomer compleet anders. Nou pap, het is echt vreselijk. Wees maar blij dat jij in een revalidatiecentrum ligt en niet thuis bent. Want anders zou je dus hier tegenaan moeten kijken. Denk je misschien dat ik steun heb aan mama? Maar die vindt dat ik me aanstel. Zoe, ben je klaar? Heb jij je spullen? Ja mam, allang. Sorry hoor, pap. Ik heb nog echt veel meer te vertellen. Maar blijkbaar vindt mama het belangrijker dat we op tijd de deur uit zijn dan dat ik een filmpje voor jou maak. Kom maar mee. Ik weet waar die ligt. Mijn tas laten zitten. Nee, het ging toch pijn. Zo gaat het dus altijd, pap. Mam! Ja? Zoe, stop alsjeblieft even met filmen en hou liever met zoeken. Mam! Waarom zeg je het dan niet meteen? Zoe, ik heb echt even je support nodig, oké? Kom, ga! Nou, doeg pap. Voel me weer snel beter en red me van deze boze ex hier. Hé, hey, dat hoor ik. Doei, pap. Wat schat! Om wie zou je dat nou hebben? Ging je nou springen vandaag? Ja. Zo, leuk. Nu zijn we met z'n ja. Jongen, jongen. Sommige mensen. Echt. Ja, gaan we nog even een vuile blik geven ook. Mam, als je mijn tong uitsteekt, word je boos. Dat is heel wat anders. Vijsneus. Wat ga je eigenlijk doen, mam? Maar als je er alleen zo uit als je met papa naar een restaurant gaat of zo. Je hebt toch geen date, hè? Wat, een date? Hoe kom je daar nou bij? Julia's moeder had laatst een date, zei Julia. Oh, liefje, ik heb je vader toch? Dat is meer dan genoeg. Nee, ik heb geen date. Maar papa ligt in een revalidatiecentrum met corona. Je zal zien dat hij snel weer teltjes heeft. Nu die van de IC af is, komt het vast snel weer goed allemaal. Waarom is hij eigenlijk nu niet thuis? Nou, hij gaat de komende tijd eerst hard aan de slag met de fysiotherapeut, hè, om weer helemaal ouder te worden. Het ergste is voorbij, liefie. Echt. Hey. Wat ga je dan doen? Solliciteren. Nu papa niet op een taxi kan werken, er moet toch geld verdiend worden. Zijn we arm? Arme mensen hebben geen pony. Dus dan zijn we arm. Want Storm is niet van mij, maar van de manege. Mag er alleen op rijden. Nou, maar je zadel is wel van jou. Hè? En je laarzen, en je cap, en je borstels. En wat denk je dat het kost om hier te lessen? Oh, kijk, daar heb je Julia. Hey, you. Gezellig. Lief dat ze op je wacht. Beste vriendinnen doen dat, hè? Nou, veel plezier, hè? Oh, ik kom je over 5 uur ophalen. En ik wil niet dat je alleen door het bos fietst, oké? Heb je nog genoeg batterij in je telefoon? Ja. Mooi. Nou, veel plezier, hè, lief. Hey, man. Oh, en Zoe, maak alsjeblieft een paar positieve filmpjes voor je vader, oké? Hij maakt zich al genoeg zorgen zonder dat jij hem de hele dag door klaagvideo's stuurt over hoe vreselijk je leven nu is. Ja? Ja. Huh? Nou, veel plezier, hè? Doei, mam. Dag, liefie. Hey, ik moet eigenlijk zo meteen alweer weg. Ik ga met mijn moeder naar het strand. Oh, denk je dat ik mee mag? Moeder is aan het solliciteren, maar dat is echt ver weg. Ze moet helemaal met de trein naar Zwolle. Het duurt nog echt uren voordat hij me komt ophalen. En hier alleen is misschien ook een beetje saai of zo. Niet dat jij saai, Winterstorm. Gisteren was hij echt zo gereinigd de hele dag. Ik denk omdat ik geen tijd had om hem een uitgebreide poetsbeurt te geven. Ik denk niet dat je mee kan. Mijn moeder wil geen vreemden in de auto hebben. Corona en zo, snap je? Moet ze alles weer ontsmetten. Snap ik wel. Maar wel jammer. Ja, ik vind het ook heel jammer. Maar ik moet nu echt gaan. Doei. Doei. Yes. Nou, hem wakker. Nou, dat ging goed, hè? Dank u wel, mevrouw. Ik doe mijn best. Nou, dat zou jij ook eens moeten doen. Nou, bedankt, mam. Het enige wat Kate kan, is chagrijnig zijn en snaaien. Ik ben helemaal niet chagrijnig. Hier, zie je wat ik bedoel? Alleen maar chagrijnig.
Hey, zou jij straks willen helpen met de stal aanvegen? Tuurlijk wil ik helpen. Door corona heb ik minder mensen. En vanmiddag komt er iemand langs om te kijken of de jubileumspringwedstrijd hier kan plaatsvinden. En dat zou me zo goed uitkomen. Is die springwedstrijd niet iets voor jou? Ik bedoel, het is een hele leuke ervaring en je doet het hartstikke goed. Denkt hij dat echt? Zeker. Kate doet ook misschien mee. Moet je niet je eigen pony hebben om mee te doen in de springwedstrijd? Nee hoor. Als ik zeg dat Zoe op Storm rijdt, dan rijdt ze op Storm. Het is mijn pony, dus ik beslis wie erop rijdt. Trouwens, Storm was eigenlijk voor jou bedoeld. Maar ja, jij zit liever achter de spelcomputer, hè, schat? Ik heb gewoon niks met ponies. Gaat die springwedstrijd eigenlijk wel door? Ik bedoel, door corona liggen alle evenementen nu stil. Waarom zou dat dan wel doorgaan? Nou, niet zo negatief. Ik ben helemaal niet negatief. Ik bedoel, het hele leven is op dit moment stom. Niks mag meer. Je moet proberen gewoon wat positief te blijven. Neem bijvoorbeeld Azobi. Haar vader is hartstikke ziek geweest door corona. En die is nu nog aan het herstellen. En toch is ze hier en doet ze haar best. Hoe is het eigenlijk met je vader? Hij wordt beter, maar we weten nog steeds niet waar hij naar huis mag. En volgens mijn moeder duurt het dan nog best wel een tijdje voordat hij weer de oude is. Ik denk dat hij heel moe is. Want als ik hem feest, dan valt hij soms gewoon in slaap. Ja? Ja, ik heb hem al 5 weken niet meer gezien. Maar ik maak elke dag filmpjes, zodat hij toch precies weet wat er gebeurt. Nou, wat leuk. Kijk, dat is nou positief in het leven staan. Ain't nobody out there is brave as you, you're holding your own. Nou, jij moet ik ook niet, hoor. Hoi, Daan. Hey, Zoe. Ik zag je net rijden. Best wel goed. Gewoon mee. Kom meer door Storm eigenlijk. Storm je paard? Pony. Storm is een pony. Whatever. Hij is wel een beetje gewoontjes, hè? Sst. Als je hoort, is hij weer een dag chagrijnig. Serieus. Ik denk niet dat een paard... Pony! Dat een pony je kan verstaan. Wat? Echt wel. Wacht even. Hey, grote vriend. Denk je dat Kelly ook een beetje dom is? Ja, hè? Zie je? Hij geeft geen antwoord. Misschien wil jij beter maar gewoon stront gaan scheppen. Weet je wat mijn vader altijd zegt? Er zijn mensen die poen scheppen en er zijn mensen die stront scheppen. Jij staat er nu in. Oh, shit. Wat een naar kind is dat, zeg. Ja, als ze nou gewoon laars aan had gedaan, was er niks aan de hand geweest. Die spuik is over schoon. Daan, wat zijn dit voor stomme rotgaantjes? Je wou alleen maar laten zien dat Storm kon praten. Ja, het is goed met je. Kelly, de ouders willen misschien investeren in deze manege. En dat kunnen we nu keihard gebruiken. Dus als je dit soort geintjes blijft maken, weet je, dan hoef je niet meer terug te komen. Is dat duidelijk? Ja, mevrouw. Het was echt alleen maar een geintje. Ja, prima. Zoe, maak jij de stal nog even af? Ik dacht dat je nu wel klaar zou zijn. Hé, gewoon lekker laten lullen. Hey. Hey. Zullen we samen fietsen? Kan niet. Ik mag alleen met mijn moeder door het bos in fietsen. Het is te gevaarlijk daar. Oké. Zal ik even met je wachten of zo? Gezellig. Oké. Waarom heb je eigenlijk geen pony? Ja, daar hebben mijn ouders geen geld voor. Maar ik vind het niet erg. Ik heb een fiets. Het is eigenlijk hetzelfde als een pony. Alleen hoef je hem geen eten te geven en hij poept niet. Trouwens, ik denk dat ik mee ga doen aan die springwedstrijd. Ik heb net gelezen dat je daar 10.000 euro mee kan winnen. Bizar veel. Weet je het zeker? Kijk je niet verkeerd of zo? Misschien dat het 100 of 1.000 is? Nee, echt 10.000, omdat het een jubileumwedstrijd is. Echt, als ik 10.000 euro win, dan koop ik Storm. Ja, ik denk een auto of zo. Auto? Moet jij nou met een auto? Je bent 14. Ja, dat is waar. Dan een toffe spelcomputer. Daar is mijn moeder. Doei, hè. Hoi. Voor je. Ja, sorry. Wat sta jij te stralen? Niks. Ellen zegt dat ik daar aan mee moet doen. Omdat ik talent heb. Ja, Ellen die heeft ook geen man die de komende maanden thuis op de bank ligt. Zo, het inschrijfgeld is 100 euro. Ja, het is maar te hopen dat ik die baan krijg, hè? Maar je zei vanochtend zelf nog dat we niet arm zijn. Nee, dat zijn we ook niet. Nog niet tenminste. Maar je vader, hè, die kan de komende tijd niet werken. En de hypotheek moet gewoon doorbetaald worden. En je wil ook eten. Paardrijden, dat is ook echt een hele dure hobby. Wat bedoel je? Misschien moeten we eens nadenken over paardrijdpauze.
misschien dat... Zoe. Zoe, wacht nou even. We moeten hier echt even over praten. Liefje. I can't carry this anymore. Heavy from the hurt inside my veins. Goeie pap. Waarschijnlijk slaap je al. Ik ook bijna. Maar ik wilde even vertellen dat het hier echt fantastisch gaat. Ik heb echt zo'n leuke dag gehad. Ik heb op storm gereden en dat ging echt supergoed. En mam is ook super lief. Dus nou ja, rust jij maar lekker uit. Ik hoop dat ik je snel weer zie. Doei. Wat kom je doen? Ik hoorde van mama dat je misschien een pony uit mag zoeken. Klopt. Voor mijn verjaardag. Al mijn vriendinnen hebben er ook één. Ik kan kiezen uit Jodie, of Mary, of Jamaica, of Storm. Is dat niet jouw paard? Ik heb echt vet veel geluk de laatste tijd. Anyways, Kelly heeft gevraagd of ik mee ga shoppen voor paardenspullen. Vind je toch niet erg, hè? Doei!